Oh mijn god, ik was helemaal iets compleet anders aan het doen. Kijk, ik ben zo'n wurmpje of zo waarmee ik kan trainen. Dat was ik aan het doen. En toen zag ik in één keer iets en... Ja, daar moest ik meteen een video van maken. Dit is ongelooflijk. Er is een nieuwe trailer gedropt van Formule 1 2019. En de verrassingen die erin zitten, daar viel ik bijna van achterover. Niet letterlijk, want dan zou ik zeg maar gewoon... Ah, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik had dieven kon op die bank hierachter. Maar spreekwoordelijk gesproken, zat ik echt zo van... Holy fuck, dit is mooi. Ik ga zo meteen verder in op Formule 1 2019. We gaan eerst de trailer kijken. En daarna ga ik ook bespreken wat voor invloed dat heeft op de Formule 1 series die we doen. Op Jos Veers, Mitch F. Formule 1 Battle Royale. Daar wilde ik sowieso wel een video over maken. Dus eigenlijk komt het gewoon hartstikke lekker uit gewoon. En we gaan eerst even het trailertje kijken. Het is maar gewoon een launch trailer. Maar er zitten een paar geheimpjes in. En daar worden we denk ik allemaal wel heel vrolijk van. Even lekker eens die trailer uitchecken. God, Jezus Christus man. Ben maar nou al doof. Sorry, ik wou even commentaar geven, maar dat ding zo hard staat. Heel belangrijk, dames en heren, als je 3 jaar of ouder bent, mag je dit spel spelen. Vanuit niet wat kan rijden, maar al die 5-jarige klote koters op de online lopers die overal tegenaan crashen. Dus ben jij 2 jaar, hartstikke balen, maar jouw tijd komt nog wel. We gaan even opnieuw proberen het af te spelen zonder bloedende oren. Is heel mooi. Is dit copyrighted music? Ik hoop het niet. Ik ga er gewoon overheen praten zodat je het niet hoort. Wow, heel cool allemaal. Nieuwe Formule 1 2019 auto van dit seizoen. Wat echt letterlijk 2 weken geleden begonnen is. Maar, er zit een geheimpje in, dames en heren. Wat is dat? Jos is gewoon, godzakker, gewoon een raceauto. Dat is inderdaad een raceauto. Maar wat voor raceauto is het? Dit is geen Formule 1 auto. Weet je wat dit is? Niet de site die ik wilde bezoeken. Wacht even. Kijk, hier wil ik naartoe. Dat is een Formule 2 auto, jongens. Formule 2 is zeg maar de keukenkampioen divisie van het racen, zeg maar. Dus voor degene die het niet weten. Ik denk dat iedereen het wel weet, maar het altijd van die gasten ertussen zitten die 3 jaar oud zijn. Zitten ze van, ik snap het allemaal niet hoor. Ik kom net uit de baarmoeder, laat maar even mijn rust, man. Daar heb ik wel respect voor. Zie je dit? Ja? Dat is een Formule 2 auto, jongens. Formule 2, ja, ik ga het gewoon zeggen, die komt gewoon in Formule 1 2019. Waarom zouden ze anders een Formule 2 auto laten zien in de launch trailer? Ik kan het niet 100% zeker confirmen natuurlijk, maar lijkt me een goede hint. Het is trouwens Nick de Vries. Oh nee, wacht. Nee, ja, vorig jaar had hij nummer 3. Helemaal in de war. Hier, ik weet er helemaal gekut van. Daarom moet die game even uitkomen, dan snap ik het allemaal weer iets beter. Oei, is dit een 1 april grap? Fuck. Ik ga deze video gewoon uploaden. Misschien is het een 1 april grap, zie ik net. Maar 28 juni. Dat is 2 maanden eerder dan dat ze normaal gesproken die game release. Normaal gesproken doen ze het altijd in het weekend dat Grand Prix van Spa is in België. Dus dat is eind augustus altijd. 2 maanden eerder. Maar, welke maand is dat? Dat is over 3 maanden. Hier ben ik niet klaar voor. Ik heb meer mentaal niet op voorbereid. Wat is dit? Ja, dit is wel echt heel nice. Als het geen 1 april grap is. Trouwens, 1 april grappen doe je godzakker maar gewoon op 1 april. Als we het zo gaan doen, dan ga ik voortaan gewoon oud en nieuw vieren in november. Hè? Als we zo met datums omgaan. Wat ik ook nog heb gevonden, is een tweetje van een van de developers van Codemasters die Formule 1 2019 maakt. De Senior Manager Community Engagement van Codemasters. Dit is niet zomaar een random persoon op Twitter. Zij heeft wat extra informatie gegeven. Even op Twitter in dit berichtje. De headlines van Formule 1 2019. Ik zal het even vertalen in het Nederlands. Sommige mensen die 3 jaar zijn, die kunnen nog geen Engels. Dus wat ik net al zei en wat we net al zagen in de trailer. 2 maanden eerder dan ooit tevoren. Midden in het seizoen. Niet eens midden in het seizoen, gewoon begin van het seizoen joh. Ze zijn al 2 jaar bezig met Formule 1 2019. Dus sinds 2017 zijn ze al bezig met deze game. Dat betekent dat Formule 1 2017 en 2018 eigenlijk gewoon 2 tussengames waren. Terwijl ze op de achtergrond bezig waren met deze game. Dus dat betekent dat het eigenlijk een van hun grootste games ooit gaat worden. Dat zou je dan zeggen, omdat ze meer development time nemen voor deze game dan voor 2018 en 2017. Dat is wel iets om heel hyped over te raken. Want dat ze zo lange tijd hebben om te developen, dan verwacht je ook grootste dingen. Ik ben hyped, jongens. Rustig. Chill. Neem een pilletje anders of zo, als je het even niet meer aan kan. Nieuwe 2019 auto van dit seizoen zit er dus in. Lijkt me logisch, maar goed, staat erbij. Een collectie aan custom liveries. En dan denk ik dat dat, zeg maar, liveries zijn dat je kan racen met je eigen team in die game. Lijkt mij, want custom livery is een... hoe zeg je custom in het Nederlands? Even kijken hoor. Zelfs voor iemand van 25 is Nederlands nog best wel moeilijk. Custom. Hier heb ik toch geen kut aan, man? In ieder geval, neem het maar aan. Custom liveries, daar bedoelen ze mee. Dat ze liveries hebben gemaakt voor auto's die eigenlijk niet bestaan. Dus waarschijnlijk voor je eigen team. Misschien kun je eigen team oprichten.
Hey, ik zeg zomaar wel. Het is niet geconfirmed, maar dat zou in ieder geval iets kunnen zijn wat ze bedoelt met die zin. In ieder geval. That flash of blue. Dus het blauwe stukje hier aan het einde van de trailer. Wat ik net eens liet zien. Daar hint zij dus naar. Formule 2 confirmed. En er worden natuurlijk er veel meer onderdelen uit de game gereveeld. Dit was pas de launch trailer, dus lijkt me logisch. Maar ze hebben echt serieus ook maar 3 maanden om heel deze game te promoten. Normaal gesproken hebben ze een half jaar. Dus verwacht heel veel nieuws. Wat ik niet ga behandelen allemaal. Want ik wilde deze video sowieso al maken. Want ik wilde eigenlijk een beetje vragen wat we moesten gaan doen. Tot Formule 1 2019 uitkwam. Want we zijn nu bezig met Formule 1 Battle Royale. Eerste seizoen is nu afgelopen. En we wilden heel graag seizoen 2 al gaan opnemen en uploaden. Maar we hebben natuurlijk ook Jos vs Mitch. Wat onze grote Formule 1 serie is. Van 10 tot 12 afleveringen meestal. Dus eerst zat ik met de vraag. Wat moeten we nu doen na het eerste seizoen van Formule 1 Battle Royale? Gaan we weer Battle Royale doen? Of gaan we Jos vs Mitch doen? Maar, ik heb het aan Mitch ook al voorgesteld. Ik had nog geen reactie in, maar we zijn er nog niet over uit. Ik opper het idee alleen maar nu. Dus vanaf begin april gaan we seizoen 2 van Formule 1 Battle Royale doen. En als de serie is afgelopen, dan is het alweer bijna tijd van Formule 1 2019. En dan kunnen we waarschijnlijk gewoon een nieuw seizoen van Jos vs Mitch doen. En als het echt zo is dat Formule 2 erin zit, kunnen we beginnen in de Formule 2. En dan onszelf proberen over de seizoenen op te werken naar een goed Formule 1 team. En dan wereldkampioen worden weer. Dat is echt heel ziek. Dat was mijn eerste idee toen ik deze trailer zag om te gaan doen. Je kan altijd in de comments achterlaten als jij ook nog een goed idee hebt voor wat we kunnen doen in Jos vs Mitch of Formule 1 Battle Royale. Suggesties zijn altijd welkom. Niet altijd nodig, maar wel altijd welkom. We hebben zelf nooit een tekort aan ideeën, dus daar leg ik het sowieso niet aan. Dus wat je kan verwachten is een nieuw seizoen van Formule 1 Battle Royale vanaf april. En als Formule 1 2019 uitkomt, moeten we nog even kijken wat we gaan doen. Maar als het zo vroeg uitkomt, als dat ze zeggen dat het uitkomt, dus in de zomer, en er zitten zoveel nieuwe functies in de game, dan kan je dus op rekenen dat wij ook helemaal losgaan met onze series. En daar was ik even hyped voor. Dat wilde ik even laten weten. En weten jullie ook ongeveer wat wij van plan zijn. We gaan het allemaal wel zien. En jullie gaan ons ook weer zien op die racebaan binnenkort. Dus dat komt helemaal goed. Jongens, bedankt voor het kijken. Het was wel hartstikke gezellig allemaal. Ik hoop dat jullie ook lekker hyped zijn en alles. Dan ga ik weer lekker verder met dit ding of zo. Wacht. Ik heb 2 handen nodig daarvoor. Auw! Oh, fuck. Oh, dat is moeilijk, hè. Ik word zo gespierd, hè.